Bijna zijn we. Het einde van Zooi voor dit jaar. Volgende week kun je nog een special over Crossing Border verwachten. Maar voordat we zover zijn, deze week een vooruitblik op volgend jaar. Wie of wat moet u in 2008 in de gaten gaan houden? En de eerste tip voor 2008 is in de categorie DJ's. En ik ben vandaag met de freshest kids. We gaan vanavond naar Of Corso. Wat gaan we daar doen? Hopelijk de tent afbreken. Rock als een gek. Duidelijk. Freshest kids gaan ontzettend hard. Maar waarom gaan de freshest kids nou zo hard? We werken hard, we draaien hard, die parties zijn hard. Hard, that's it. En wat is dan echt jullie stijl? Is hij te typeren of helemaal? Hij is te typeren als freshest kids, that's it. Gewoon checken, dan zul je het weten. En wat wordt vanavond nou jullie ding om die Of Corso helemaal te slopen? We gaan gewoon ons eigen ding doen. En altijd als je je eigen ding draait gewoon en je staat 100% achter, ja, dan merkt het publiek dat gewoon. Wat vind je ervan? Dope, echt dope. Heel dope. Ja? Denk jij dat ze het gaan maken? Tuurlijk. Waarom? Dat zie je toch? Ja, maar waarom? Omdat je dat hoort en je ziet het. Wat vind jij van de Fresh Kids? Ja, wel oké. Ik ken al die gasten. Ik lach mijn lul uit mijn broek met die boys. Wat gaan Fresh Kids doen in 2008? We gaan eigen producties doen, dat hebben we nu al gedaan. We hebben al een paar tracks gemaakt, die gewoon in de club, iedereen handen in de lucht en shit. Dat is gewoon tof, weet je. We gaan er gewoon voor samen. Weet je, we willen gewoon met dat feest wat we gaan doen ook, willen we een soort van platform zijn voor jonge mensen. We zijn altijd open voor creatieve dingen. Gewoon, je moet altijd openstaan voor nieuwe dingen. Zo maak je weer vooruitgang, weet je wel. Dat is gewoon echt wat we willen doen. Je hoort het en je ziet het. Fresh Kids! Als je er in 2008 nog helemaal hip en à la mode bij wil lopen, dan is de eerste belangrijke trend tough romance. Wat betekent dat je donkere, sterke pastels gaat mengen met, jawel, spannend, fluor. Zowel voor dames als voor heren. En wat je hier heel erg in terugziet is een beetje de preppy college look. Hallo, ik ben Jennifer van der Beek, ik ben 17 jaar en ik woon in Noorden. Dus hou mij in de gaten volgend jaar. Men laat zich niet meer organiseren, men organiseert zelf. Verwacht is dat er in 2008 veel meer allerlei mixen gaan ontstaan. En dan dat je niet alleen maar meer de houseavonden hebt, maar dat daar allerlei disciplines en allerlei stijlen door elkaar heen zullen ontstaan. Overal waar fietsen staan uiteindelijk is het ook leuk. Waar auto's staan moet je dus gewoon niet komen. Ik denk toch dat er in 2008 weer een soort tegenbeweging zal komen. Dat dat weer een soort nieuwe push krijgt. Dat mensen toch wel ook zin hebben in lekkere grote en met z'n allen en massaal. En lekker gewoon partyen en het zweet op je voorhoofd dansen. Dus waar we nu naartoe moeten is dat mensen weer volop de illegaliteit in gaan. Ik geloof alleen met Oud en Nieuw zijn al 40 illegale feesten in duistere kelders. Ga daar met z'n allen naartoe en negeer alles wat boven de 50 euro is. Ja, toch ook wel weer kleinschalig en bij elkaar kruipen en nieuwe stromingen die op die manier een kans krijgen.
en het zoeken naar ja, afwijkende, bijzondere locaties voor die kleinschalige dingen. Mensen moeten natuurlijk sowieso ook in 2008 allemaal hun computer het raam uitgooien. Ik vind dat gewoon elkaar weer moeten ontmoeten. De zintuigen moeten weer gebruikt worden. En op het moment dat je de hele avond gewoon achter je computer gaat zitten, ja, dan zal een stad nooit leuk worden. Andere belangrijke trend voor 2008 is de flower power. Bloemen, maar dan op een iets stoerdere manier. Dat zie je bijvoorbeeld in deze jurk. De print is zeg maar iets grafischer en met een beetje een knipoog naar Japanse prints. Met een stoer leren jasje, ook weer met een opengewerkt bloemetje. Zeg je nou, ik ben totaal geen jurkentype, dan natuurlijk voor de denim gaan. Wat alleen heel belangrijk in 2008 is, is dat je voor flarepijp kiest en dat je je skinny op de vuilnisbelt gooit. Voor mannen ook weer een stoer en grafisch bloemetje. Ben je nou toch nog een beetje bang voor dat bloemetje, dan kan je hem ook subtiel terugbrengen, bijvoorbeeld in de riem van je broek. Anouk, ja. Hoe gaat het? Goed. Je zit nu in New York. Wat ben je aan het doen daar? Ik loop daar nu stage. Oké, want jouw school, de Willem de Koning Academie, tipt jou als het talent van 2008. Wat vind je daarvan? Ja, heel onverwacht, maar echt super cool. Ja. En waarom, waarom denk je dat zij jou als aanstormend talent zien? Nou, ik had het ook even gevraagd. Maar ja, omdat ik styling en fotografie combineer. En wat wil je dan precies bereiken met fotografie? Is er een hoger doel? Ja, en ik wil gewoon in de grote tijdschriften komen te staan. En een paar campagnes zou heel fijn zijn. Wat zijn je plannen voor 2008? Mijn school afgeronden, het is nu mijn laatste jaar. Mm-hmm. En daarna dan ja, wil ik weer weg. Oké, nou, ik wens je heel veel succes met het maken van je grote doorbraak volgend jaar. Dankjewel. En laat ons even weten als het gelukt is. Ja, tuurlijk, zal ik doen. Doeg. Doeg. En tot slot, vergeet de sjaaltjes niet. De Arafat sjaal gaat volgend jaar nog in allerlei varianten door. Wat grafischer, met een goede tekst erop of gewoon in een mooi materiaal en een stevige kleur. Hij mag groot zijn, klein zijn, zolang hij maar vierkant is en zodat je hem goed om je nek kunt dragen. En zowel voor mannen als voor vrouwen. Nou, ik heb goed naar Manon geluisterd. Dat is wel goed. Op naar het laatste onderdeel van deze week. De bands. Eerst naar de experts. Wat wordt er hot in 2008? Joyfalls, deze band is, ja, vinden wij heel erg leuk en is nog niet zo heel erg bekend in heel Zuid-Holland. In 2008 moeten we denk ik twee bandjes voornamelijk in de gaten houden. En dan noem ik The Victors en Dead Stereo. Mijn voorspelling op het gebied van hiphop, een nieuwe groep, kent nog niemand. L4, L4, dat wordt een grote groep met rappers uit Roem en uit de Nuclear Family. Welke ik zelf heel erg interessant vind is Malavita. De Victors vind ik een heel creatief bandje, ze heten voorheen Twee. Het is vooral niet zo'n typisch Haags Nederlands bandje. Weet je wel? Op poprockgebied eigenlijk een beetje van 2007, want toen wonnen ze het talent event. Maar in 2008 gaan ze doorbreken, de mannen van Dead Stereo, kikkenbandje. Ja, Dead Stereo is ook zo'n bandje wat daar heel erg uitspringt voor mij. En ze zijn allemaal niet geboren in Nederland en dat kan je denk ik wel terug horen in de muziek. Het is heel internationaal en ook weer een sound die je helemaal niet hoort in Den Haag. Het is een soort van electropunk. Echt, ik vind het heel vet. En nou zit ik hier met Dead Stereo. Jongens, begrijpen jullie waarom jullie nou zo vaak genoemd worden? Nou, eigenlijk niet. Dit komt voor ons als een verrassing eigenlijk. Maar we zijn er wel erg blij mee. What makes you the big break, the big special break of 2008? Well, we like to keep things new. We like to steal a little bit from other people and then make it our own. Yeah, we like to keep things electric. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. 2008, wat gaan jullie eraan doen? We gaan hard doorbreken. We gaan veel meer spelen. Veel meer nieuwe nummers schrijven. En gewoon hard tegenaan. Lekker rocken. Hebben jullie al last van groupies?
Maar we hebben wel mensen die gewoon elke keer komen en gewoon trouwe fans al. Je ouders? Mijn ouders, onder andere, die ons naar onze gigs rijden. We just do it for the music, you know? He doesn't. You don't do it for music? I do it for the for the sex, drugs and rock and roll, so, but he does it for the sex. Ja, voor de seks alleen? Ik doe het voor het geld, de meisjes en de lol. Jongens, ontzettend bedankt voor het interview. Thank you very much. You're taking it too far.